Afgelopen week hadden we weer een beursgang in Nederland. Het was namelijk Fastnet dat naar de beurs ging. En in deze video wil ik gaan kijken naar deze beursgang van Fastnet. Deze video bevat algemene informatie waar je op kunt letten bij een beursgang. Maar als voorbeeld pakken we ook Fastnet, zodat we echt specifieke dingen kunnen gaan bekijken. Want we willen eigenlijk deze video afsluiten met: is het nou verstandig om in Fastnet te gaan investeren? Zeker op het moment dat ze op de beurs zouden komen. Maar ook nu ze er zeg maar 3 dagen al op de beurs zijn. Nou, al die informatie krijg je in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Abonneer je dan hieronder op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. En in deze video gaan we dus eigenlijk kijken naar het investeren en beleggen. En dan specifiek dus over de beursgang van Fastnet. Want het was eigenlijk de bedoeling dat ik deze video al afgelopen week zou opnemen en monteren. Maar daar is het helaas niet van gekomen. Want dan zou ik dus de video online kunnen zetten voordat Fastnet naar de beurs ging. Eigenlijk is alles in deze video nog steeds hetzelfde zoals ik hem eigenlijk al had gepland. Alleen zal ik op het einde van de video ook nog de eerste 3 dagen dat het aandeel op de beurs staat meenemen. Zodat we een beetje kunnen kijken hoe het er nou die eerste paar dagen is verlopen. Maar voordat we specifiek op Fastnet ingaan, gaan we eerst kijken naar een beursgang of een IPO in zijn algemeen. Waar moet je op letten op het moment dat een nieuw bedrijf naar de beurs gaat? Er zijn eigenlijk 3 of 4 dingen waar je informatie uit kunt halen om te zien van waar gaat het nou eigenlijk over. En de eerste daarvan is een prospectus. In het geval van Fastnet is dit een document van 247 pagina's en hierin staat echt alles over Fastnet vermeld en de beursgang. Dus denk hierbij aan het management, dividendbetalingen die ze misschien van plan zijn, belastingen, de mogelijkheid hoe ze naar de beurs willen gaan, dus met hoeveel aandelen of tegen welke prijs en hoe die verhoudingen zitten tussen de investeerders die er al in zitten, de nieuwe aandelen, noem het allemaal maar op. Heel specifiek, gaat het ook heel erg diep in op de echte beursgang dus. Vooral ook eigenlijk de wettelijke dingen die hierin genoemd worden. Dus hier kun je alles vinden. En zeker als je de tijd neemt om 247 pagina's te lezen, kun je echt alles vinden over deze beursgang. Het tweede waar je naar kunt kijken is naar de brochure die het bedrijf uitgeeft. En in het geval van Fastnet was dit een document van 25 pagina's. In dit document doen ze bijvoorbeeld een introductie over het bedrijf. Laten ze wat kerncijfers zien. Vertellen ze over hun strategie, hun doelstellingen, de markt waarin ze bezig zijn, het tijdschema wat ze voor ogen hebben. Want ze willen natuurlijk geld ophalen en daarmee willen ze iets doen. Maar ook heel belangrijk is de risico's die betrokken zijn bij het bedrijf. Dus welke risico's zijn er wanneer je aandelen in het bedrijf neemt? Welke risico's kom jij voor te staan of komt het bedrijf voor te staan op de korte of lange termijn die invloed hebben op de prijs of de koers van het aandeel? En een derde punt waar je veel informatie uit kunt halen, ook zeer belangrijk omdat het vaak vanuit een ander perspectief gaat. De eerste 2 documenten die we nu hebben genoemd zijn vanuit het bedrijf zelf. Maar vanuit een ander perspectief is het heel erg interessant. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan nieuwsberichten. Denk hierbij aan nieuwsberichten over Fastnet zelf, zoals de beursgang in de loop van de weken zeg maar ernaartoe. Of gewoon het verleden van het bedrijf, sinds dat ze begonnen zijn. Welke groei hebben ze doorgemaakt? Welke dingen hebben er gespeeld? Maar denk ook bijvoorbeeld over de markt of de concurrenten. In de markt is zeg maar het elektrisch rijden. Welke ontwikkelingen zijn daar? Welke concurrenten zijn daar? En over concurrenten gesproken, wie zijn hun concurrenten? Niet alleen bij het elektrisch rijden, want daar is bijvoorbeeld Tesla een concurrent. Maar ook op hetgeen wat ze aanbieden, het snelladen. Denk hierbij dus wederom aan Tesla met hun eigen snellaadnetwerk. Maar denk ook aan potentiële concurrenten, bijvoorbeeld Shell. Die hebben nu al tankstations. Het zou zomaar kunnen dat ze een gedeelte of alle stations uiteindelijk om gaan bouwen naar snellaadstations. Dus dat je geen benzine meer tankt, maar stroom. Dat is misschien nu nog niet het geval, maar wel een concurrent op de lange termijn. En juist uit deze nieuwsberichten halen we vaak extra informatie. Informatie die niet in die brochure of in die prospectus stond. Ooit heb je dat er dingen uitlekken. Bijvoorbeeld lekte bij Fastnet uit dat ze ongeveer 40 miljoen euro per jaar nodig hebben de komende jaren om verder te groeien. En ook ging het er bij Fastnet over dat ze uiteindelijk de beursgang eerst met een week vertraagd hebben, uit hebben gesteld, omdat ze meer aandelen wilden uitgeven. Later, net de avond, zeg maar, voordat ze naar de beurs gingen, hebben ze toch besloten die aandelen niet uit te geven. Dat ze die aandelenuitgifte weer wilden beperken. Dat heeft allemaal invloed trouwens ook op de beursgang zelf. Dus het is vaak belangrijk om eerst alles te lezen, maar ook in ieder geval de nieuwsberichten tot op het laatste moment dus eigenlijk wel bij te houden. En een vierde punt waar je veel informatie uit kunt halen is eigenlijk uit informatie van concurrenten. Zoals genoemd is Tesla aan de ene kant concurrent omdat ze een snellaadnetwerk hebben. Kijk eens hoe Tesla daarover praat.
Of welke concurrenten zijn er in de markt van elektrisch rijden? Hoe zitten de ontwikkelingen in die markt? Want die markt is natuurlijk essentieel voor Fastned in dit geval. Dus de markt waar ze zich op richten, hoe zijn daar de voorspellingen? Pak dan niet vanuit het ene perspectief, maar probeer zoveel mogelijk informatiebronnen te combineren. Verschillende bedrijven, hun visies te kijken, hun doelstellingen, hun verwachtingen. En probeer dan vanuit dat je eigen visie en doelstelling en verwachting samen te stellen. Zodat je dat eigenlijk de meeste informatie weet. En pas dat toe op de informatie die je krijgt vanuit Fastned. Aangezien ik in dit voorbeeld en deze video dus eigenlijk Fastned wil gaan behandelen, eerst een korte introductie van wat is Fastned nou? Misschien heb je het bedrijf al ooit gezien. Een soort tankstation eigenlijk langs de snelweg. En alleen in plaats van benzine of diesel of LPG kun je er in principe stroom tanken. Dus je kunt daar je elektrische auto's opladen. En Fastned is hiermee begonnen in 2012. Toen is het bedrijf opgericht. En in 2015 hadden ze al 50 stations, snellaadstations dus. Dit jaar, 2019, hebben ze er op dit moment 99 en zijn er op dit moment 23 in aanbouw. En deze stations zijn te vinden vooral in Nederland. 86 zijn dus in Nederland, gevolgd door Duitsland waar 12 stations staan en de UK, Engeland dus, met 1 station. En dit is dus heel kort en simpel gezegd wat Fastned nou eigenlijk is. Het is een snellaadstation, een aanbieder daarvan. Ze exploiteren snellaadstations om elektrische auto's dus snel op te kunnen laden voor mensen die onderweg zijn. Want de meeste stations zijn vaak nog langs de snelweg te vinden. Later in de toekomst zullen ze ook op retail plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan de Albert Heijn nog dit soort dingen aan gaan bieden. Maar op dit moment vind je ze dus vooral langs snelwegen of doorgaande wegen. En nu we weten wat Fastned ongeveer een beetje is, gaan we ons richten op de kerncijfers. We pakken dus hun brochure erbij en pakken dan een beetje de kerncijfers. Vaak financiële cijfers, maar ook cijfers die iets zeggen over de omzet of de afname of de gebruikers. In ieder geval een voorspelling kunnen maken voor de toekomst. Denk er hierbij wel aan, omdat we ons baseren op die brochure, dat het gegevens zijn vanuit die Fastned, vanuit die onderneming zelf. Dus ze willen zich zo netjes en zo goed mogelijk presenteren aan jou. Dus hou daar rekening mee. En daarom zeg ik dus ook, pak ook nieuwsberichten om juist vanuit de andere hoek informatie te vergaren, zodat je je eigen conclusie, je eigen visie kunt bouwen. Een eerste kerncijfer wat natuurlijk belangrijk is bij snellaadstations is de afzet van kilowatturen. Hoeveel stroom hebben ze uiteindelijk geleverd? En in het document kunnen we vinden dat eigenlijk elk kwartaal de afzet met 30% toeneemt. Nou, dit is exponentiële groei, want het gaat steeds sneller groeien en dat is op zich wel positief. De afzet van de kilowatturen zijn dus rechtstreeks ook de omzet en dus neemt ook de omzet telkens toe. Maar wat we ook kunnen vinden, alleen valt het iets minder op omdat ze dat niet zo uitlichten natuurlijk, is dat het verlies wat hierbij gepaard gaat ook toeneemt. Want om deze groei mogelijk te maken hebben ze meer investeringen nodig, meer stations bouwen, dat soort dingen. Waardoor dus eigenlijk op de korte termijn de verliezen al toenemen. En wat ook belangrijk en interessant is, zijn de omzet en de bezoeken van een FEV, een Full Electric Vehicle. En hierin zien we ten eerste dat de omzet toeneemt. Deze is de laatste tijd 7 keer gegroeid, zeg maar. En het heeft waarschijnlijk ermee te maken dat er steeds meer niet-Tesla's op de weg komen. Want zoals je misschien wel weet, heeft Tesla zijn eigen snellaadnetwerk, waar je die superchargers, waar je dus vaak gratis bij Tesla kunt laden. Nou, dan ga je niet naar Fastned in dat geval. Dus je ziet dat er steeds meer aanbieders komen. Denk aan Kia, Hyundai, BMW, dat soort merken, die komen met elektrische auto's op de markt. En dus zijn er steeds meer mensen die gebruik gaan maken van Fastned, omdat die merken geen eigen snellaadnetwerk hebben. En de mensen komen ook steeds vaker. Als we gaan kijken, dan is inmiddels 40% van de FEV-eigenaren, dus mensen met een volledig elektrische auto in Nederland, een keer bij Fastned op bezoek geweest. Eerst vond ik dit best wel hoog en dacht ik dat het misschien het aantal bezoeken misschien mensen vaker konden komen. Maar als we gaan kijken, iets verderop in het document komen we tegen, dat is echt het aantal unieke mensen dat op bezoek is geweest bij Fastned ten opzichte van de totale volledig elektrische vloot in Nederland. Dus je ziet dat inmiddels zeg maar 4 op de 10 Nederlanders met een elektrische auto al een keer bij Fastned is wezen tanken, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Snelladen zal ik het allemaal noemen. Dus dat is op zich wel best goed en dat zie je ook dat de laatste jaren telkens groeit. En al met al zijn deze kerncijfers dus best wel positief, maar ja, dat is ook wel te verwachten aan de ene kant, omdat het bedrijf zich zo goed mogelijk wil presenteren, omdat ze eigenlijk geld willen ophalen bij investeerders. Dus je kunt ook zeggen, waarom gaan ze naar de beurs? En dan heb je het eigenlijk al een beetje gezegd, waarom willen ze geld ophalen bij investeerders? Nou, dat willen ze doen om natuurlijk verder te groeien. Want hoewel ze op dit moment dus 99 snellaadstations hebben en 23 nog in aanbouw, willen ze dit snel mogelijk uitbreiden binnen Europa. Ze zijn nu al de grootste individuele partij eigenlijk, zonder automerk erachter dus. En ze willen natuurlijk in de komende jaren deze positie houden binnen Europa. En ze willen ook groeien binnen Europa. Nou, uiteindelijk willen ze 1000 snellaadstations in Europa hebben.
En zoals gezegd hebben ze dat nu vooral langs snelwegen, doorgaande wegen. Maar ik heb ook gezegd, ze zijn al aan het kijken naar retail. Bijvoorbeeld in Albert Heijn hebben ze volgens mij 2 locaties in Nederland. Waar je dus eigenlijk tijdens de boodschappen doen op de parkeerplaats alvast je auto kunt bijladen. En de reden van deze uitbreiding is natuurlijk ten eerste dat ze meer omzet, meer klanten halen. Maar natuurlijk ook dat ze schaalvoordelen halen. Want alles op grote schaal zal uiteindelijk het product per individu of per kilowattuur uiteindelijk goedkoper maken. Dus wordt het product eigenlijk alleen maar interessanter, waardoor het natuurlijk nog verder gaat groeien. En dat is dus de reden dat ze naar de beurs gaan, dat ze extra geld willen ophalen. Want zoals het ene nieuwsbericht al zei, ze hebben 40 miljoen euro per jaar nodig om verder te kunnen groeien. Nou, dat geld hadden ze eerst nog niet, maar met deze beursgang willen ze wel dit geld binnenhalen om dus de komende jaren te kunnen groeien, te kunnen uitbreiden en het bedrijf dus nog groter te maken en een grote speler in Europa te maken. Maar tot nu toe was alles positief, maar denk nou niet dat er aan deze investeringen geen risico's kleven. Natuurlijk zijn er ook risico's wanneer je bij een beursgang in het algemeen, maar ook zeker bij Fastned in dit geval, je geld in aandelen investeert van het bedrijf. En het mooie aan deze documenten, dus die prospectus, maar ook vooral de brochure, is dat daar de risico's uitgebreid ook aan bod komen natuurlijk. Je kunt in die brochure enkele pagina's met risico's vinden. Die zijn onderverdeeld per categorie. Is het de markt, de financiële, management, noem het allemaal maar op. In al deze categorieën worden de verschillende risico's eigenlijk uitgelegd en kort beschreven. En ik zal er een paar toelichten die mij opvallen en die ook het meest belangrijke zijn, denk ik. En het eerste risico wordt eigenlijk niet bij hun risico's genoemd, maar staat net een paar pagina's eerder. En daar zeggen ze van, er komen elektrische auto's aan met een grotere capaciteit van accu's, dus een groter rijbereik. En dat is indirect eigenlijk een risico, denk ik, voor het bedrijf Fastned. Omdat Tesla heeft al een Model S volgens mij aangekondigd met 400 mijl, oftewel 650 kilometer ongeveer. Nou, hoe groter het rijbereik van je accu is, hoe minder vaak je dus onderweg eigenlijk hoeft te tanken. Want grote kans dat nu nog vooral zakelijke auto's zijn die misschien wel op het werk kunnen worden opgeladen. In de toekomst, wanneer er meer mensen ook privé een auto gaan rijden, ze zoveel mogelijk thuis willen opladen. Dus eigenlijk het werk, woon-werkverkeer, zul je of thuis of op het werk tanken. En zeker niet meer zo vaak onderweg dus eigenlijk. En zeker wanneer je een accu hebt van 600-700 kilometer. Nou, dan moet je echt wel flink kilometers maken. Wil je dus elke dag onderweg nog een keer moeten tanken. En met tanken bedoel ik natuurlijk snelladen. Maar ja, tanken zit nou eenmaal zo ingeburgerd. Dat zal nog wel enkele jaren duren voordat snelladen een nieuwe term daarvoor wordt. Maar ik denk natuurlijk dat dit dus een risico is. Want waarom zou je nog onderweg je auto op gaan laden als je het ook op je werk of thuis kan. En waarschijnlijk zelfs tegen een lager tarief. Een risico dat hun wel specifiek noemen is wat ze hun zeggen alternatief oplaadgebruik. En hier is eigenlijk waar het vorige punt, die grotere accu, dat mensen dan anders gaan opladen. Hun gedrag gaat anders worden. Want zoals gezegd, ze hebben nu niet meer de noodzaak om onderweg te tanken, dus ze zullen het proberen op het werk of thuis te doen. Of vaak ook in de buurt, want ook hier bij ons in de stad en in heel veel steden kun je via de gemeente een openbare oplaadpaal vragen, zeg maar, die dan in de buurt wordt geplaatst, waar dus iedereen uit de buurt gebruik van kan maken, maar dat vaak nog ook gratis is. Dus dat extra, ja, heel erg goed alternatief, denk ik. Vooral interessant financieel gezien. Maar wat ik bij alternatief oplaadgedrag ook denk, is bijvoorbeeld die andere aanbieders van automerken, zeg maar. Ten eerste dus Tesla, die heeft het zijn eigen supercharger netwerk. Maar wat wil niet zeggen dat er misschien binnenkort andere autofabrikanten ook met eigen netwerken komen. Ik geloof zelfs dat BMW en Mercedes al vaak fabrikanten samenwerken aan een netwerk op te bouwen. Want hun zien ook wel dat iedereen zijn eigen netwerk opbouwen niet altijd zin heeft. Dus misschien doen ze het samen. Maar ik denk dat een van de grote successen van Tesla is dat ze juist zoveel oplaadpunten hebben. En daar zijn heel veel autofabrikanten denk ik ook wel achter gekomen. En die willen nu zijn eigen netwerk op gaan bouwen. En dat is dus eigenlijk al direct een concurrent voor Fastned. Maar zoals ik al eerder zei in deze video, zijn het niet alleen automerken die gaan concurreren met Fastned. Denk ook bijvoorbeeld aan Shell. Die moeten verduurzamen van hun aandeelhouders. En die zien ook wel welke kant we opgaan met auto's. Dat het meer en meer elektrische auto's zullen worden, want de regelgeving wordt er ook op aangepast. In Nederland zullen vanaf 2030 geloof ik alleen nog maar elektrische auto's verkocht mogen worden. In sommige landen is het al 2025. Sommige steden staan zelfs al geen dieselauto's meer toe. Dus het wordt steeds meer gepusht richting elektrisch rijden. En Shell is dan juist zo afhankelijk van hun benzine, diesel, noem het maar op. Die zullen natuurlijk ook de overstap gaan maken naar misschien dat je wel bij hun snel kunt laden op het tankstation, zeg maar. Nou, wat is nou 40 miljoen voor een bedrijf als Shell ten opzichte van Fastned? Misschien kan het zo wel zijn dat Shell wel elke week 40 miljoen bijvoorbeeld investeert om dingen, om tankstations om te bouwen. Dan is het dus in één keer een heel erg grote concurrent ten opzichte van Fastned, die zeg maar 40 miljoen per jaar wil doen. Al zou Shell maar
10% van zijn tankstations in Nederland ombouwen of gedeeltelijk ombouwen, dan heb je eigenlijk al direct een concurrent die misschien wel even groot of groter is dan Fastnet. En een derde groot risico is dat Fastnet nog steeds op zoek moet naar geschikte locaties. Ze hebben nu wel veel goede locaties of opties op locaties, maar dat wil niet zeggen dat er nog steeds meer goede locaties te vinden zijn. Want Fastnet is dus een beginnend bedrijf en telkens moeten zij locaties zoeken langs snelwegen, doorgaande wegen. Misschien dus bij winkelcentra zoals bij de Albert Heijn, dat je daar je auto kunt laden terwijl je boodschappen doen bent. Maar al deze locaties moeten ze nog zoeken. Misschien wel grond kopen of contracten afsluiten. Kijk dan bijvoorbeeld naar Shell, die eigenlijk op heel veel plekken al een tankstation heeft. Vaak bij heel veel mensen in de buurt is er al een tankstation. Dus die hebben vaak hun locaties al. Ze hoeven alleen deze locaties nog om te bouwen. Dus het zou zomaar kunnen zijn, en dat geeft Fastnet ook aan, dat ze misschien geen geschikte locaties meer kunnen vinden, of dat de niet verkocht worden aan hun, of niet tegen gunstige voorwaarden, waardoor het in één keer de groeiplannen die ze hebben best wel beperkt kunnen worden. En aangezien dus deze dingen nog niet zeker zijn van waar ze kunnen gaan bouwen voor een groot gedeelte van hun overige 850 locaties nog wel, is dit best wel een groot risico, denk ik. En zeker als je dus vergelijkt ten opzichte van Shell, die al de locaties heeft en zeker ook het geld heeft om dit soort dingen, deze transitie mogelijk te maken, wederom dus een groot risico voor Fastnet. Nou zijn er natuurlijk nog veel meer risico's. Zoals je zag zijn er in dit document enkele pagina's met risico's, maar dit waren de belangrijkste. Wanneer je natuurlijk wilt gaan investeren in dit bedrijf, is het wel belangrijk dat je elk risico gaat, in ieder geval gaat lezen, een beetje over na gaat denken, misschien wat meer informatie over zoekt als je er niet alles over weet, waardoor je dus zelf je eigen beeld kunt maken en dus je risico's kunt afwegen tegen de kansen. Want natuurlijk zijn er ook kansen voor dit bedrijf. Ze zijn nu al een grote speler in Europa en zoals gezegd, de wet en regelgeving is wel in hun voordeel. Je hebt natuurlijk het akkoord van Parijs natuurlijk voor het milieu. Zoals gezegd, steeds meer steden gaan dieselauto's verbieden. Landen gaan verplichten dat binnenkort, over 8 of 10 jaar, zeg maar, alleen nog maar elektrische auto's verkocht mogen worden. Nou, die moeten natuurlijk ergens opgeladen worden. Grote kans dat ze dat bij Fastnet doen. Ook grote kans dat ze dat thuis of op het werk doen. Maar mochten ze onderweg zijn, dan kunnen ze in ieder geval gebruik maken van het snellaadnetwerk van Fastnet. En dan komen we aan bij de conclusie van deze video. Nou, eigenlijk wil ik deze video, zoals gezegd, dus eigenlijk de donderdag, zeg maar, voor de beursgang al publiceren. Inmiddels is het dus woensdag geworden en zijn we er al 3 dagen op de beurs voorbij gegaan. Wil niet zeggen dat de conclusie anders is. Het was namelijk zo dat mijn conclusie was om het advies eigenlijk om het aandeel niet te kopen, omdat de risico's groter zijn dan de voordelen. Ik heb ze eigenlijk net allemaal genoemd, maar zeker dat concurrenten makkelijk kunnen instappen eigenlijk. Zeker bedrijven als Shell, zoals gezegd, die de locaties hebben en het geld erachter. Maar zeker ook omdat accu's van auto's, in dit geval Tesla, maar ook in de toekomst andere merken, natuurlijk veel meer bereik hebben, waardoor het de noodzaak om bij Fastnet op te gaan laden steeds minder wordt in mijn optiek. En dus zou ik zelf zeggen van koop het aandeel niet. Dan klinkt het misschien heel raar, maar zelf was ik wel van plan om 5 aandelen te kopen. De uitgifteprijs was €10 en ik had dus ook een order staan voor 5 aandelen keer €10, dus eigenlijk €50. Ik denk, nou, mocht het misgaan met het aandeel, wat een grote kans was, dan verlies ik misschien de helft, €25. Maar heb ik in ieder geval iets van geleerd en kan ik het ook in de toekomst gebruiken voor video's op dit kanaal. Heb ik in ieder geval weer een beursgang meegemaakt. Nou, zoals gezegd, de avond ervoor was er nog wat gedoe met aandelenuitgifte. Ze hebben uiteindelijk besloten om dan minder aandelen uit te geven. En in plaats van €10 opende de dag erop het aandeel op €11. Dus mijn order voor €10, die werd niet uitgevoerd natuurlijk, omdat het op €11 verkocht werd. Dus ik had de ochtend, die vrijdag, had ik geen aandelen. En achteraf gezien was dat best wel jammer, want eigenlijk al direct toen het aandeel op de beurs kwam, zag je het aandeel in waarde stijgen. Al snel naar €20, €30, €40. En uiteindelijk sloot het aandeel op bijna €53 die dag. Dus een plus van 530%. Het aandeel werd dus meer dan 5 keer zoveel waard gedurende die dag. En het rare hiervan is dat het eigenlijk, dat kwam je ook van tevoren trouwens terug in nieuwsberichten, dat analisten vaak zeiden dat het geen interessante optie was. Eigenlijk kwamen we er zelf ook wel achter in deze video dat de risico's groter waren dan de kansen van het bedrijf. Maar het aandeel werd dus toch steeds meer waard omdat de vraag groter was dan het aanbod. En daar had het vooral mee te maken. Juist omdat er veel aandelen nog vast zaten op de andere beurs waar ze eerst op actief waren. En die niet direct konden worden overgezet naar de AEX of naar de Euronext. Werd dus het aanbod eigenlijk beperkt terwijl er wel redelijk wat vraag was. Nou, op die manier wordt natuurlijk dus de koers van het aandeel heel erg hard omhoog gepusht, zeg maar. Nou, dat zien we dus wel die eerste dag. De tweede dag dat het op de beurs was, zagen we het eigenlijk ook al meteen terug dat
ja, de hype eigenlijk wel over was. Want het aandeel verloor die dag 20%. Het zakte naar 42 euro ongeveer. En ook vandaag, de derde dag, de dinsdag, zakte het aandeel verder onderuit. En niet zo'n beetje, ook met 55% eigenlijk. Zakte het dus van 42 naar 19 euro op dit moment. Het is nog wel steeds dus een verdubbeling van de uitgifte van 3 dagen geleden. Maar zeker die hype van de eerste dag, waar het ging eigenlijk nergens over, hadden we wel gezien. Misschien dat nu meer mensen ook beseffen. Het was dus eigenlijk vooral gedreven omdat het aanbod laag was, terwijl de vraag nog wel redelijk was. Maar nu meer mensen na het weekend ook dit meemaken, zie je dat de koers eigenlijk al vrij snel hard onderuit gaat. Nou wil dat niet zeggen dat het aandeel op de lange termijn misschien niet interessant is, maar zeker tegen deze koers niet. Het is een beetje afwachten wat de koers gaat doen. Maar wat veel belangrijker is, niet alleen bij Fastnet, maar ook bij andere beursgangen, bij IPO's, is dat je vaak misschien niet in het begin instapt. Want daar willen ze zo mee, ja, zoveel mogelijk geld ophalen. Het zo mooi mogelijk presenteren. Maar wacht vaak de eerste kwartaalcijfers van na de beursgang af. Kijk hoe dat dan voorstaat. Want dan zie je wat meer informatie. Zijn ze verplicht meer informatie te geven? Kun je ook vaak meer dingen dus zien. Hoeveel omzet hebben ze? Hoeveel verlies maken ze? Want de meeste van deze bedrijven die naar de beurs gaan, zullen geen winst maken, maar verlies leiden eigenlijk. Dus wordt het verlies minder? Of neemt het verlies alleen maar toe? Dat zijn dingen die dus eigenlijk moet meenemen in je beoordeling. En je kunt eigenlijk pas een goede beoordeling maken op het moment dat je dus de eerste kwartaalcijfers bijvoorbeeld hebt, of misschien nog extra kwartalen of eerste jaarcijfers. Maar in ieder geval meer informatie dan op het moment dat ze naar de beurs gingen. En daarmee wil ik dan deze video ook afsluiten. Ja, in dit geval was het dus leuk geweest als je aandeel had gekocht, maar het had hetzelfde geld ook het aandeel kunnen halveren. Ze zeggen ook altijd dat IPO's, behalve voor Initial Public Offering, ook voor It's Probably Overpriced staat. Oftewel, waarschijnlijk betaal je er te veel voor. Heel veel mensen willen het graag kopen, maar het aanbod is eigenlijk klein, waardoor de prijs hard omhoog gaat. En uiteindelijk besef je dat je eigenlijk een bedrijf, aandelen in een bedrijf koopt dat verlies leidt. Niet altijd slim. Vaak corrigeert de koers zijn eigen dan ook wel weer. De helft van de dingen gaat vaak hard omhoog. Maar er zijn ook misschien nog wel meer dan de helft van de bedrijven trouwens, die na een beursgang eigenlijk vrij snel al omlaag gaat. En is het dus vaak ook verstandiger om dus een aandeel te kiezen wat al langer op de beurs is, waar je meer informatie over kunt vinden en waar de koers vaak wat stabieler is. Mochten er nog meer IPO's komen, dan wil ik ze misschien nog wel behandelen. Hangt een beetje af van welke beursgang er is. Mocht je nog suggesties hebben, laat ze dan in ieder geval weten onder deze video. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat ook onder de video weten wat je goed vond of minder. Goed, dan neem ik dat mee naar de volgende video. Zoals gezegd, als je nog vragen of opmerkingen hebt of wat dan ook, laat het weten onder deze video of kom naar onze Discord chat. Een link vind je daar ook onder deze video van. En je bent nog steeds aan het kijken, dus het is waarschijnlijk dus een interessante video voor jou. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus vind je dat interessante onderwerpen, wil je er meer over zien en nooit meer een video missen, abonneer je dan hier ergens op het knopje onderaan. Klik op het belicoontje, dan mis je in ieder geval nooit meer een video, want dan krijg je notificatie. En dan zie ik jou graag in de volgende video weer terug.